نحمده ونصليه ونصليهم على رسوله الكريم وعلى الطيبين الطاهرين العارفين إلى يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. میں تو درج زبان میں بات کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ دو چار منٹ کے لیے کچھ بیان کرتا ہوں آج کے نوجوان کے لیے، تاکہ اسلام کے اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوت کے لیے ہمارے نوجوان ان کو گھر لے جا کے اور عمل کریں انشاءاللہ. Ik zal in het Nederlands in het klein over hebben over het praktiseren van de sunnah van Rasulullah alayhi salatu salam. Rasulullah alayhi salatu salam is onze rolmodel. Rasulullah alayhi salatu salam is onze leider. Rasulullah alayhi salatu salam is onze pleiter. En Rasulullah alayhi salatu salam is onze idool. Allah subhanahu wa ta'ala die zegt in de Koran tegen Rasulullah alayhi salatu salam: Qul. Ja Rasulullah, Qul. Zeg tegen de mensen: In kuntum tuhibbun Allah. Als jullie willen dat Allah subhanahu wa ta'ala van jullie gaat houden, fattabiyuni, volg mij. Volg mijn handelingen, volg mijn daden, volg mijn sunnah. Yuhbibkum Allah. En dan maakt Allah subhanahu wa ta'ala automatisch een belofte voor de mu'minin wie Rasulullah alayhi salatu salam sunnah volgt en a'maal doet op de sunnah van Rasulullah alayhi salatu salam. Diegene zal Allah subhanahu wa ta'ala geliefde worden. Allah subhanahu wa ta'ala geeft deze belofte in de Koran. Maar wat wij niet moeten vergeten, dat Allah subhanahu wa ta'ala die is vrij van beloftes maken. Allah subhanahu wa ta'ala die is vrij van een eed afleggen. Allah subhanahu wa ta'ala die is vrij om garantie te geven. Maar alsnog voor ons, voor de mensheid, wat wij niet moeten vergeten, Allah is Ghalib. Allah is schepper van alle scheppers. Allah is schepper van alle scheppers. En waarom zeg ik dat? Vandaag als wij iets maken, dan denken wij zijn al de schepper van deze creatie. Mag het zijn dat iemand een vaas maakt, een huis maakt, die zegt, oh, is mijn trots. Ik heb het gemaakt. Maar wat wij niet moeten vergeten, dat Allah subhanahu wa ta'ala dat ons heeft gegund. Dus Allah subhanahu wa ta'ala is de echte schepper. En de enige schepper. Als wij de sunnah zullen behandelen volgens de manier hoe Allah subhanahu wa ta'ala heeft gezegd dat als wij de sunnah van Rasulullah alayhi salatu salam volgen, dan worden wij de habib van Allah subhanahu wa ta'ala. En als wij de habib van Allah subhanahu wa ta'ala willen worden, dan ongetwijfeld is het via Rasulullah alayhi salatu salam. Ongetwijfeld kunnen wij niet bij Allah subhanahu wa ta'ala komen zonder Rasulullah alayhi salatu salam. En daarom zeg ik vaker in mijn toespraken, als wij de sunnah van Rasulullah alayhi salatu salam in praktijk willen zien, dan wij als ahle sunnah wal jama'a, daarom kijken wij naar awliya-i kamilin. Awliya-i kamilin die leiden hun leven op zo'n manier waar alleen dag en nacht de praktijk van Rasulullah alayhi salatu salam naar voren komt. Waarom vieren wij urs van een wali?
Waarom vieren wij Urs van een wali Allah? Is omdat hun zo'n karakter hebben die Rasulullah alayhi salatu salam naar voren heeft gehaald. Omdat hun zo'n karakter, zo'n voorbeeld hebben gegeven die Rasulullah alayhi salatu salam heeft. En daarom vieren wij de Urs van wali Allah. Als wij over de zikr willen praten, over de sunnah van Rasulullah alayhi salatu salam, er zijn voldoende ahadithboeken. Maar als wij willen weten hoe ging Huzur alayhi salatu salam staan, dan kijken we in Sahih Bukhari. Maar als wij willen weten hoe dat in praktijk wordt gedaan, kijken we naar Hazrat Data Ali Hajweri rahmatullah alayhi. Als wij willen weten hoe Huzur alayhi salatu salam ging zitten, kijken wij in de boeken naar Sahih Bukhari, naar Sahih Muslim. Maar in praktijk kijken wij naar de Awliya'i Kamilin, kijken we naar Ghawzul Wara, Hazrat Sheikh Abdul Qadir Jilani radiyallahu ta'ala an. Als wij willen weten hoe Huzur alayhi salatu salam ging praten, kunnen wij dat terugvinden in Shama'il Tirmidhi. Maar als wij willen weten hoe dat in praktijk gebeurt, kijken we naar Hazrat Ali Rasool, Hazrat Khwaja Muhyiddin Chisti rahmatullah alayhi. En hun zijn de voorbeelden voor ons, hoe wij de sunnah van Rasulullah alayhi salatu salam in praktijk kunnen brengen. Alleen weten hoe Huzur alayhi salatu salam dingen heeft gedaan is niet voldoende. Als wij zeggen wij zijn Ashiq Rasool, als wij zeggen wij zijn Ashiq Rasool, dan moeten wij laten zien dat wij Ashiq Rasool zijn. Als wij bemiddelen, als wij zeggen dat als wij zweren dat wij Ashiq Rasool zijn, moeten wij buiten lopen zoals de manier van de Awliya'i Kamilin en hoe Huzur alayhi salatu salam buiten heeft gelopen. Als iemand ons ziet, dan stralen wij uit dat wij moslim zijn. Dan stralen wij uit dat wij ummate rasool zijn. Dan stralen wij uit dat wij de karakter van Rasulullah alayhi salatu salam hebben. En dan kunnen we zeggen wij zijn Ashiqi Rasool. Alleen het weten van hadith, hoe Huzur alayhi salatu salam dingen heeft verricht, is niet voldoende. Daarom zegt Rasulullah alayhi salatu salam ook degene die het dichtstbij op de dag van Qiyamah bij mij zal zijn, dat is diegene die mijn sunnah eigen heeft gemaakt. Jisne hamara sunnah apnaya, wo moet ze behoed qareeb hoga, yom al-qiyamah. Yom al-qiyamah per, moet ze behoed qareeb hoga, sabse qareeb wo hai, jo mere sunnat apnaye, jo mere sunnat gale lagaye, jo mere sunnat ko ada kare. Dus Huzur alayhi salatu salam, die heeft het zelf al gezegd. Een echte ashik is diegene die mijn sunnah hanteert, die mijn sunnah laat zien en die mijn sunnah uitstraalt. Diegene zal er dichtbij zijn op de dag van Qiyamah. Nog een keer heeft Huzur alayhi salatu salam gezegd dat degene die één sunnah van mij levend heeft gehouden tot de dag van Qiyamah. Huzur alayhi salatu salam heeft heel veel sunnas. Heel veel handelingen. Als wij gaan tellen, kunnen wij niet tot een eind komen. Als wij gaan tellen hoeveel sunnah Rasulullah alayhi salatu salam heeft, kunnen wij niet tot een eind komen. Zo'n karakter is Rasulullah alayhi salatu salam. Maar Rasulullah alayhi salatu salam heeft gezegd, degene die één ahadith, die één sunnah van mij levend houdt, tot de dag van Qiyamah, diegene zal de sawab krijgen van 100 shuhada. Niet één, niet twee, maar 100 shuhada. En zoals wij weten, de maqam van een shahid in islam, die is al heel hoog. De maqam van een shahid in islam is heel hoog. Maar Rasulullah alayhi salatu salam zegt, degene die één sunnah van mij levend houdt tot Qiyamah, die krijgt de salaam van 100 shuhada. Zelfs Allah subhanahu wa ta'ala laat het zo bekend maken voor ons dat Rasulullah alayhi salatu salam, wie is Rasulullah alayhi salatu salam? De maqam van Rasulullah alayhi salatu salam, Allah subhanahu wa ta'ala laat het zien. Als wij, alhamdulillah, ik neem aan, wij allemaal hem sab namaz parte hain. Agar hem Fajr ke salat dekhte hain, sabse pehle hum do rakat sunnat padhte hain. Sunnat ke wasile ke hum farz tak pahunch jata hai. Sunnat ke wasile se hum farz tak pahunch jata hai. To isliye Allah subhanahu wa ta'ala
ne dikhaya hai sirf Allah subhanahu wa ta'ala nahi lekin hum sab huzur alayhi salatu salam ki sunnat par amal karna chahiye lekin Allah subhanahu wa ta'ala apne farz par sunnat ke chadar chadhai hai yahan idhar se humne chadar chadhana seekha hai idhar se humne chadar chadhana seekha hai agar hum kisi darbar mein jaye to hum chadar chadhate hain lekin kidhar se seekha Allah subhanahu wa ta'ala se Allah subhanahu wa ta'ala apne farz par huzur alai salatu salam ke sunnat ke chadar chadhai aur ek baat aur agar hum aqeedah lete jaye baghair sunnat farz nahi milega isi tarah baghair mustafa sallallahu alaihi salatu wassalam allah subhanahu wa taala nahi milega wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.